Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Wij staan, zoals jullie zien, achter mij bij de Lidl. En dit is de Lidl in Rijswijk. We hebben namelijk de tip gekregen van een medewerker die hier werkt, dat ze zo meteen de schappen gaan vullen. Het is nu ongeveer 3:15. We blijven hier gewoon tot het moment dat ze gaan vullen. Ik hoop dat het zo is, dat we niet in de maling genomen worden. Maar hij vertelde in ieder geval dat vanmiddag de levering is gekomen van het categorie 1 vuurwerk. En dat ze dus zo meteen bezig gaan zijn met de schappen vullen. Gisteren was de video online gekomen van Polen, jongens. En de PTD-torch is nog beperkt beschikbaar. Ga allemaal even naar pyroteamdelft.nl mocht je nog een PTD-torch willen. Wij gaan naar binnen, let's go! Zoals jullie zien, ze hadden deze dingen nog. Waaronder de fountain pack en de knetterlinten. We gaan zo meteen gelijk even stoken voordat het dadelijk donker wordt. Zoals ik net al zei, een dikke shout-out naar de persoon die hier werkte en het schap aan het vullen was. Levering is dus hier geweest. Dus wij gaan even naar de locatie, jongens, om dit af te steken. Want ik denk dat het over een uurtje wel donker is. We gaan even stoken. En wat opvalt is dat de knetterlinten de badge hebben van 2022. Maar hoe ze zullen zijn, dat gaan we gauw genoeg zien. Want we steken er even eentje aan. Laten we dat maar even doen. Dikke shout-out trouwens naar de Lidl nogmaals, waar we net waren. Dit is hem dus. Zo, ik ben zo benieuwd hoe ze zijn. Dit jaar. Zo. Hey, goed geleid, man. Okay, nou, dan stoken we er even een paar bij elkaar. Zo. Jongen. Super gevaarlijk, jongens. Zo. Zo. Gast, die kwaliteit is echt goed, man. Terwijl het gewoon de badge is van dit jaar. Zo, wat de fuck? Hoe dan? Even het hele pakje doen, jongens. Het restant. Zijn echt goed. Kan nagaan deze hele bubs. Maat, hoe dan? Wij zijn de knetterlinten gewend van andere winkels. Maar deze zijn echt heel goed. Ik weet niet of wij toevallig een goed pakje hebben, maar die zijn echt heel goed, man. Holy shit, hè? Ja, deze faalt. Deze knetterlinten zijn dus 5 euro per pakje, jongens. Dus 2 euro duurder dan afgelopen jaar. Maar als je het mij vraagt, zijn ze zeker de moeite waard. Hier zitten er dus gewoon 60 stuks van in. De crackling shots heb je dit jaar natuurlijk ook. Nou vind ik dat niet heel erg bijzonder, want ja, ieder jaar worden die minder. En deze vestiging waar we waren, hadden die nog niet in de schappen liggen. Het volgende wat we gaan afsteken, jongens, is Fountain Pack. 7 delen. Nou, fantastisch. Ah. Wat is het 7e stuk? Dat is een brilletje. Ja. Die kunnen we ook afsteken. 7-delig inderdaad. Echt, hè? En dan een brilletje, ja. Kijk, jongens. We gaan nu de crackling shot doen. Ik ben benieuwd of die hetzelfde knetter als die knetterlinten. Ik denk het niet. Nou, misschien wel. Hey, heel eerlijk gezegd zijn dit de beste fonteinen die we tot nu toe hebben gekocht. Als je de Big Bazaar en de Action en zo ziet. Ja. Toch? Mee eens. En ook gewoon badge van 2022 trouwens. Zo. Hoe heet deze? Green and Blue Fountain. Zal deze wel stil zijn? Mooi toch? Kijk of die wat voorstelt. Ja. Dit had ik wel kunnen voorstellen inderdaad. Volk, ja, die andere ook. Nee. Zo. Zo. Zag je die? Zo. Ze zijn echt goed van die knetterlinten.
Hey. Jongens. Naar mij is dan. Ik overdrijf niet, maar de knetterlinten. Dit is de eerste keer dat knetterlinten een soort van piep geven in mijn oren, man. Ophangen dan. Nee, dit is wel goed vuurwerk, man, van de Lidl. We zijn altijd heel erg negatief op het moment dat we dat moeten zijn. Maar deze, vooral knetterlinten, zijn echt heel goed. Laat even weten in de comments, jongens, of bij jullie Lidl ook gewoon goede kwaliteit knetterlinten liggen. Zo, maar die lonten schieten wel weg af en toe, man. Ja, mooi. Deze is voor Ruben Koet. Moet je kijken, die rook die daar blijft hangen. Maar even doen alsof het oud en nieuw is. Is het er zin? Nee, is geen zin. Oh. Oh. Maat, goede kwaliteit vuurwerk wat je hier hebt dit jaar, man. Gaan we, Mies? Weer een pakkie? Ja, één pakkie. Nou, dan zijn we volgens mij doorheen. Oud en nieuwtje. Hey, ik had er meer moeten halen, ik ga dadelijk nog terug, denk ik. Oud en nieuwtje. Ik had er echt meer moeten nemen. Oud en nieuwtje. Hoe kan dat? Hé, hey, er zitten andere balletjes in, hoor. Dat kan dan. Zo. Hier zitten echt andere balletjes in. Zo. Ja, jongens, om het even af te leren. Je hebt natuurlijk ook nog andere producten bij de Lidl, waaronder dat fonteinenpakket XL. Maar die hebben we laten liggen omdat hier dezelfde fonteinen in zitten en dit is een goedkoper pakket. De crackling shots waren niet gevuld helaas, anders hadden we die er zeker bij gedaan. Thanks in ieder geval voor het kijken naar deze video. Ik zou zeggen, mocht je deze video zien en je wil ook wat halen, zou ik zeker even naar de Lidl rijden. De meeste Lidl's hebben dus zelfs al eerder binnengekregen deze week. En wij waren dus de gelukkige dat iemand van jullie, dus een dikke shout-out naar jullie. Weet toch? Dit is dat was de goeie. Echt? Ja. Wij waren de gelukkige dat een van jullie ons de tip gaf van jongens, wij gaan het zo vullen. Wees er ook bij. Dus dikke shout-out naar diegene. En mochten er nog mensen zijn die bij de Aldi werken, daar verkopen ze natuurlijk vanaf de 17e. Laat het weten en wij komen eraan. Die komen inderdaad even kijken, goed verloren. Dat was weer de video voor vandaag. Ik zou zeggen, mochten jullie ook naar de Lidl gaan bij jullie in de omgeving, al zeker een paar pakken knetterlinten, want die zijn dus dit jaar heel goed. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en morgen gewoon weer een video om 4 uur. Later. Ja. Ja, ja, nee, dat vind ik het nog best. Kan het hele jaar door. Hij kan het hele jaar door. Ik had de geheim dat het geen probleem. Maar de Lidl heeft daar gisteren de